zijn mensen die sjoemelen met de QR-code. Wat vindt u daarvan? Vind ik verschrikkelijk. Gelijk opsluiten die mensen. Ja? Levensgevaarlijk voor de mensen die nog gezond zijn. Raymond Mens, er wordt nog steeds veel gefraudeerd met QR-codes. Hoe werkt dat precies? Ja, het is eigenlijk een hele low-tech oplossing. Aanvankelijk ging het met screenshots, maar er zijn nu een soort van slimme, laat ik het zeggen, wappie-nerds opgestaan. Die de Corona Check app, waar je dus die QR-code in krijgt, die hebben ze nagemaakt. Dus ze kunnen, als ze naar een horecagelegenheid gaan, kunnen ze een app op de telefoon openen die lijkt, het is een nagemaakte app, die lijkt op de echte app van het ministerie. Dat is dus een heel overtuigend theater. Ze openen die app, er komt een QR-code in beeld, de horeca-medewerker scant die. Er wordt hooguit nog een keer naar een geboortemaand gevraagd, maar ja, that's it. Nee, ik vind dat je niet moet sjoemelen met de QR-code. Als je dan ergens toegang wil krijgen, dan moet je je dan toch maar even laten vaccineren, denk ik dan. Ja, ze hebben het allemaal zo snel ingevoerd dat het ook zo natuurlijk te vervalsen is. Hoorden jullie het wel om je heen van mensen die het doen? Ja, nee. Het is best wel lastig volgens mij. Hoe gaan ze precies te werk? Het is eigenlijk een voortborduring op de manier waarop die screenshots werden gedeeld. Dus er zijn een aantal screenshots van QR-codes van vooral inwoners van andere Europese landen dan Nederland, die zijn uitgelekt. En een QR-code is eigenlijk een heel simpel iets. Het is eigenlijk een soort van informatie die verpakt is op een wiskundige manier. Dus je kunt de QR-code, als je het goed doet, ook gewoon namaken. Net zoals je bijvoorbeeld ook vals geld zou kunnen printen. Nou, die nagemaakte QR-codes, die zijn uitgelekt. Die worden in Telegram-groepen gedeeld. En die worden door die slimme wappie-nerds worden ze in apps gedaan, in neppe apps. Ik zie op Instagram wel vaak langskomen van koop een QR-code of zo. En dan denk ik van, ja, weet je, neem gewoon die prik. Het gaat echt om een nog geen 100 QR-codes, waarvan de helft inmiddels ook op een zwarte lijst staat. Die rondcirculeren in Telegram-groepen en die geïntegreerd worden. En het is ook echt niet makkelijk om aan die neppe apps te komen. Je moet echt wel de ondergrondse krochten van het internet weten, wil je aan die neppe QR-apps komen. Dus het is niet groot, maar desalniettemin wel zorgwekkend. Ziet u het ook als een bedreiging? Wat, de QR-code of die oplichterij? Ja, die oplichterij. Nee. Niet echt. Nee. Ik was in Amsterdam, dacht ik. Huh? Ik weet niet of het hier ook gebeurt, maar... niet in Rotterdam. Nee. ik hoop het niet. Minister Grapperhaus heeft inmiddels ook gereageerd, hè? Die heeft gezegd dat dit onacceptabel is en dat als ze erachter komen wie hierachter zitten, dat ze die inderdaad, geloof ik, tot 4 jaar in de cel wilden gooien. Nu heb ik een beetje gekeken hoe die apps gedistribueerd worden en het gaat niet makkelijk zijn om erachter te komen wie dit doet.